Dinsdagavond 3 december nam de raad afscheid van burgemeester Marcel Frenzel. Hij was sinds 1 januari waarnemend burgemeester in de gemeente Altena. Tijdens een bescheiden vergadering met afscheidswoorden namens de raad, college en Frenzel zelf werd er teruggeblikt op de afgelopen 11 maanden. M.A. Frenzel, waarnemend burgemeester van Altena 1 januari tot 9 december 2019. Dank u wel, dank u wel. Theo Meiboom liet de burgemeester, zoals hij zelf deed tijdens de nieuwjaarstoespraak op 1 januari 2019, de woorden voorlezen van een bordje. En daarmee toonde u zelf zichzelf ook als... We oefenen alvast even, want dan gaat het straks wat gemakkelijker. Beste vriend van Altena. Ja, het is de bedoeling dat u het zegt. Er waren vooral lovende woorden. Veel ingewijden noemde u de juiste man, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. U had immers uw sporen al ruim verdiend en zich ontpopt als... Beste vriend van Altena. U was er toch die al sinds begin 2016 uw grote ervaring had ingezet als extern voorzitter van het fusieproces en de fusieraad van Aalburg, Werkendam en Woudrichem. En u heeft op uw eigen flamboyante wijze leiderschap getoond en het proces begeleid op weg naar de geboorte van deze mooie nieuwe gemeente Altena. Je stelde hoge eisen aan de voorbereidingen van alle vergaderingen, maar dat betaalde zich absoluut uit. Zeker op de dinsdagochtenden zagen we dat het alles volgens planning liep en de kwaliteit van de stukken steeds beter werden, waardoor het ook makkelijker in de besluitvorming liep. En deze is volledig op jouw konto te rekenen. Grote verdiensten, veel complimenten voor jullie allen die namens de 55.000 inwoners deze gemeente hebben bestuurd in 11 maanden. Zie waar we staan, een mooie toekomst gewenst. Het gaat jullie goed. Ook gemeenteraadsleden kijken terug op een goede samenwerking met Marcel Frenzel de afgelopen 11 maanden. Hoe heeft u de afgelopen 11 maanden met Marcel Frenzel ervaren? Nou, eigenlijk wel als prettig en constructief. Het was denk ik de juiste man op het juiste moment voor Altena. Hij kon ons in elk geval goed scherp houden. En denk een ideale persoon om zijn eerste 11 maanden of zijn eerste jaar als Altena, ja, om daarmee te starten en de basis te leggen waar we nu staan. En waar dan onze nieuwe burgemeester, de heer Lichtenberg, denk ik perfect op kan voortborduren. Heel prettig. Ik vind dat hij, dat komt misschien ook wel omdat ik zelf natuurlijk ook in het onderwijs werk. En dat hij inderdaad, dat kon je wel merken, dat hij zelf ook in het onderwijs heeft gewerkt. Maar gewoon met aan de ene kant strakke vergaderorde, maar daarbinnen wel de kwinkslag en de humor en iedereen erbij betrekken en respectvol ook daar mensen op aanspreken van hey, we hebben een Altena-code met elkaar afgesproken, dus op deze manier willen we ook met elkaar omgaan. Daar wil ik jullie dan ook graag aan houden. Ik denk positief. Ik vond hem handig. Ik vond hem af en toe verstandig, maar ook best wel eens lastig. Maar dan in die zin van met zijn tijd, hè. Iedereen moest zich aan de tijd houden. En daar was hij wel heel erg strak in. En het verbaast me eigenlijk niet dat ik hoorde dat hij ook leraar was geweest. Hij heeft wel zoiets van... niet zozeer dat hij ons als een klas ziet, maar je merkte gewoon dat onderwijs, dat hij dat... gedaan. Want ik denk, dat wist ik niet. Ik denk, het verbaasde me niet. Het is voorbij gevlogen. Ik denk dat we een goede burgemeester aan hebben gehad. Zeker in zo'n beginperiode van de gemeente. Daar heb je toch iemand nodig die een beetje steviger in zijn schoenen staat. De boel kort weet te houden, zodat je de hoofdzaken beetpakt. En dat kon hij wel de boel kort houden. De afgelopen 11 maanden met burgemeester Frenzel, hoe heeft u dat ervaren? Als zeer leerzaam. En wat al gezegd is, de juiste man op de juiste plaats. Wij hebben destijds in de te vormen coalitie, dus in dat overleg wat je met vier partijen had met elkaar, daar was hij ook te gast geweest. En daar was het al helder dat hij ons zoveel tips gaf vanuit zijn ervaring. En ik kan niet anders zeggen dat dan echt de juiste man op de juiste plaats was. Met al zijn doen en zijn laten, maar dat heb je vanavond kunnen horen. Ja, uiteindelijk wat onderaan de streep overblijft, dat is gewoon...
de juiste man op de juiste plaats. In het begin moest ze natuurlijk best wel winnen als een schoolmeester. Maar het was toen op dat moment al echt wel de juiste man op de juiste plaats om ons in ieder geval in het gareel te krijgen. Dat was wel een heel proces. Ja, ik vond hem inderdaad een heel toegankelijke persoonlijkheid. En die het strak georganiseerd had. Soms had ik als idee wat al te strak, want ja, je wil ook wel eens wat politiek bedrijven. En je werd er wel strak in je agenda gehouden, maar ja... Een hele goede burgemeester geweest. Deze burgemeester heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat Altena in de stijger staat. En ik denk dat de grootste verdienste die ik Marcel wil toedelen, is gezamenlijk met de Griffie uiteraard, is dat er inderdaad een hecht team van gemaakt heeft. Waarbij zowel oppositie als coalitie eigenlijk gezamenlijk meer of meer uitdragen de schouders onder Altena te willen zetten. En ja, dat verdient een enorm compliment. Want de grootste gemeente van Brabant verdient ook een goede start. En ik denk, en dat gaf de burgemeester net ook aan in zijn afscheidsspeech, dat we behoorlijk gesteld staan om nu een fundament en daarop voor te bouwen naar een prima gemeente om trots op te zijn.